Welkom bij de eerste aflevering van het nieuwe programma AI en de journalistiek. Met iFred, de nieuwe journalist. Ik ben Eva van Zeeland en vandaag bij mij aan tafel verschillende deskundigen die gaan discussiëren over de rol van AI in de journalistiek, de media en het publieke domein. Allereerst ook welkom alle studiogasten. Leuk dat jullie er zijn. Ook welkom. En jullie, fijn dat je kijkt vanaf de bank of thuis waar je dan ook zit. Ik ga mijn gasten aan jullie voorstellen, of eigenlijk gaan ze zichzelf voorstellen. Als eerst, Fons, welkom. Leuk dat je er bent. Heel fijn dat ik hier mag zijn. Fons Trompenaars. Heb me hopelijk een beetje bekwaamd op het gebied van cross-cultureel management. Namelijk, hoe komen culturen bij elkaar en wat kan je ermee doen? Ik ben een fanatiek AI-gebruiker, maar meer gebruiker dan deskundige. En daarom ben ik blij dat ik veel kan leren. Ja, welkom. Leuk dat je er bent. Met veel plezier. En naast jou, Christian. Christian Kromme, auteur, spreker. Ik geef internationaal lezingen rondom het thema AI. Met name de impact van technologie op ons als mens, zeg maar. En daarnaast ben ik bij een aantal startups betrokken. Dus ik zit redelijk met mijn voeten in de AI-materie. In de AI-klei. Ja, ja. Nou, goed dat je er bent. Frans, tegenover jou. Kun je jezelf even kort voorstellen? Ik ben Frans van der Reep, jaargang 54. Inmiddels gepensioneerd en ik heb mijn werkend leven bezig gehouden, zowel in het bedrijfsleven als in de wetenschap. En in de wetenschap was vooral de vraag, wat doet internet met leven en werk? En ja, bij die vraag komt AI sinds halfwege de 90 jaren ook voorbij. En ja, daar heb ik daar natuurlijk een beeld bij gevormd. Ja, interessant. Goed dat je erbij bent, Frans. Naast jou Paul Smit. Yes, ja, ik ben een filosoof en cabaretier. En mijn expertise is neurowetenschap. En ik kijk heel erg naar wat kan ons brein wel en AI niet. En wat is de overlap? Ja, interessant. Nou, laten we de discussie aangaan. De kijkers, jullie mogen natuurlijk ook met ons meediscussiëren. En de mensen hier in de studio. En wil je de volgende keer in de studio aanwezig zijn, stuur dan even een e-mail via op naar Wonderland. En daar kun je ook abonneren op de nieuwsbrief, zodat je ook van elke uitzending op de hoogte gehouden wordt. Want dat wordt een drieluik van drie afleveringen. En we gaan het eigenlijk hebben over goedaardige AI versus kwaadaardige journalistiek. En ja, zo zwart-wit is het natuurlijk niet. En we gaan niet polariseren, maar we willen wel weten, ja, wie voedt AI? Wie betaalt bepaalt is het ook vaak. Maar eerst laten we iFred zelf even een introductie doen. Dit programma, genaamd AI en de intentiegedreven journalistiek, bestaan uit drie afleveringen die de rol van AI in de journalistiek, media en het publieke domein verkent. Het is bedoeld als een eerste stap naar de integratie van AI in de publieke informatievoorziening. De afleveringen markeren het begin van een reeks studio-debatprogramma's die zich richten op maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij AI centraal staat in de redactionele besluitvorming. In deze afleveringen worden mijn analyses over de rol van AI in de journalistiek en het belang van de intenties besproken door drie experts. AI en de intentiegedreven journalistiek werpt licht op hoe kunstmatige intelligentie de kern van journalistieke ethiek en intenties beïnvloedt. Hoewel AI de potentie heeft om de journalistiek te transformeren door middel van data-analyse en patroonherkenning, is het cruciaal om de intenties achter de programmering van deze systemen te begrijpen, aangezien deze bepalen of ze een positieve of negatieve rol spelen in de media en het publieke informatiedomein. De integratie van AI in de journalistiek brengt vragen met zich mee over transparantie, verantwoordelijkheid en de invloed van technologie op nieuwsvoorziening. Het is van groot belang dat deze technologieën worden ontwikkeld met een duidelijke ethische code en dat hun impact op onze democratische samenleving voortdurend wordt geëvalueerd. AI kan niet alleen de snelheid en efficiëntie van nieuwsproductie verbeteren, maar ook bijdragen aan een meer geïnformeerde en betrokken publieke sfeer, op voorwaarde dat ze worden geleid door journalistieke integriteit en verantwoordelijkheid. Dankjewel, Alfred. Je had het misschien niet goed gezien. We hebben vier deskundigen en gasten vandaag. Misschien willen jullie ook reageren. Mag ik jou het woord als eerste geven op de nieuwe journalist Alfred? Het wordt een interessante tijd, omdat we nu een intelligentie hebben straks die ons voorbij is. En veel beter data kan analyseren en sneller dan wat wij als mensen kunnen met ons brein. Dus ik denk dat het een enorme impact gaat hebben op onder andere journalistiek, maar op alles.
Ja, dat denk ik ook. En Christian, hoe zie jij dat? Ja, het is denk ik een onmiskenbare technologie die alles gaat veranderen in onze samenleving. En met name dingen die over informatievergaring en het verbinden van informatiebronnen gaat. En dat is natuurlijk journalistiek, staat daar in het centrum. Dus feiten en zaken bij elkaar halen, verbinden, en daar iets van vinden of daar iets over schrijven. Ja, daar gaat de absolute impact van AI de komende jaren op zien, ja. Ja, en Alfred wordt gevoed door beide kanten van de nieuwsbronnen, om het zo maar even te zeggen. De een noemt het mainstream media, de andere alternatieve media. Maar we willen daar inderdaad een compleet beeld laten zien. Wat is jouw kijk hierop? Ja, ik vind het begrip integriteit mooi. Als je kijkt naar het woordenboek, dan zegt it's creating wholeness through the integration of opposites. En ik denk dat dat iets zou moeten zijn waar de journalistiek zich mee bezighoudt. Want ik zie niet alleen in de maatschappij in zijn algemeenheid enorme polarisatie, maar ook in de journalistiek. En er is niks tegen polarisatie als je daarna de dialoog aangaat wat die twee extremen betekenen. En daar denk ik dat AI een fantastische rol kan spelen. Okay. En nogmaals, er werd net gesteld dat wellicht de journalisten geen technische kennis hadden. Je hebt helemaal geen technische kennis nodig. Je moet gewoon goede vragen stellen. Ja, dat is het. En de rest wordt namelijk door AI gedaan. Ja. En de kwaliteit van de vragen. Hè, we zijn nogal een antwoordgedreven maatschappij. Maar we leren eigenlijk nooit studenten om goede vragen te stellen. Ja. En ik denk dat dat de rol van journalistiek mag gaan worden. Waar AI een fantastische rol kan spelen. Ja, mooi. En Frans, denk je dan dat journalisten voor hun banen gaan vrezen als AI al het werk kan doen in feite? Maar ja, dat moeten we nog wel vragen gesteld worden. Nou, ik denk heel veel pragmatisch dat AI niet tegen te houden is. Dus of het komt of niet, dat is denk ik een non-vraag. Wat ik interessant vind en niet vrij van zorgen ben, als je kijkt naar bijvoorbeeld toepassing van AI of dit soort intelligentie in geneeskunde, dat geen enkele dokter de output van het programma meer begrijpt. Dus de output is op geen enkele manier verbonden met de input. En dan krijg je dus, in feite worden dan de mensen teruggebracht in het magische van de eerste jeugd, hè? Waarbij in de sprookjestijd. Want je snapt niet meer waar het antwoord vandaan komt. En je wordt, eigenlijk krijg je een nieuw soort van ontworteling. Daar zit mijn vraag aan mensen die het gebruiken. Zorg dat we niet die kant op gaan. En zorg dat je op een of andere manier toch de output begrijpt vanuit de input. Ja. Ja, maar je geeft hem zelf input. Maak je gebruik van AI op dit moment? Continu. Ja. Ja, nee, of nu met Photoshop is of ChatGPT. Humor ook? Laat je hem ook grappen maken? Nou ja, ik schrijf wel met comedians. En gooien we hem soms daarin. Ja. Maar hij heeft niet grappig. Maar nee. Ik zeg nu nog niet. Want hij kan wel heel goed, als ik mijn tekst erin gooi en ik zeg, wat zijn hier de grappen? Haalt hij ze er precies uit. Dus hij weet wel wat het is. Maar dan zeg ik, maak een nieuwe. Maar ik geef het een paar jaar. En dan, je kan hem leren misschien toch ook. Ja, ik ben heel benieuwd wat dit op het comedyvak gaat doen. Want als het gewoon uit kan spugen, dan iedereen kan straks ook muziek maken en grapjes maken. Dus dat gaat echt een revolutie veroorzaken. Ja, ja. Ja. Inderdaad, in de muziekbusiness kun je dus al je eigen liedjes genereren. Ja. Heb je dat al geprobeerd? Nee. Geen ambitie? Geen ambitie. Wel humor, dat vind ik wel interessant. En het is mij tegengevallen, de kwaliteit van AI en humor. Dat doet Google het beter. Ja. Maar goed, ik wil toch even reageren op de dokter en de input-output. Want ik werd heel geïnteresseerd in AI, omdat ik een dokter hoorde die zei, ja, ik had een patiënt met allerlei symptomen. Ik wist niet wat het was. En hij zegt het mooie, en daarom die mooie brug naar ook de input. Ik heb het niet alleen gevraagd wat de analyse was van AI op dat ziektebeeld, maar ook wat waren de referenties in de literatuur. In het onderzoek dat gedaan was. Hij zegt, nou, wat me normaal 6 weken kost als ik het zelf zou doen, was binnen 10 seconden gedaan. Ja. Inclusief referenties. Fantastisch. Ja. Ja, dus de zorg kan wel ook sneller stellen. Ja. Ja, maar ik vind het echt voordeel. Een vriendin van mij stuurt een foto. Haar kind van 3 heeft plek op het hoofd. Ik gooi hem in ChatGPT. Ik zeg, wat is het?
En die gaf gelijk naar de arts. Zij is naar de arts gegaan en bleek ook ernstig te zijn. Toen dacht ik, dit apparaatje heeft me nu wel geholpen om niet te denken, oh, het zal een lichte infectie of zo zijn. En dan ja, snap ik de output niet, maar het heeft voor mij meerwaarde gehad nu. Ja. Maar je gaat wel naar de arts. Maar ik ga wel naar de arts. Je doet het niet zelf. Nee, ik ga dat niet. Nee. Ik snij niet in brein. Nee, maar dat is het vaar. De leken die dat zelf gaan interpreteren. Maar ik ben benieuwd, Chris, wat jij ervan denkt. Want... Nou ja, dat weet je, dit is een van de AI waar we nu mee werken, is de slechtste AI die we de rest van ons leven gebruiken. Ja. Zo moet je het even zien. Ja, ja. Het is gewoon een heel primitief ding nog. Ja. Waar ze mee bezig zijn is explainable AI. Dus je vraagt van, oké, je bent tot een bepaalde diagnose gekomen. Hoe heb je die stappen gemaakt? Wat is jouw beredenering? Dus dan ga je in die black box ga je eigenlijk open gaan en zeg je, nou, ik heb die stappen gemaakt. Die inzichten naast elkaar houden. En dit is de conclusie. Dat ga je straks nodig hebben. Als iemand een diagnose krijgt van een ernstige ziekte, dan wil je wel weten of dat klopt. Hè? Ja, ook al is bij het voedingscentrum gekeken of bij PubMed. Ja, en dat krijg je nu. En dat is ingewikkeld, want het is nu gewoon een soort black box waar heel veel data ingaan, heel veel variabelen, en dan komt een ja of een nee uit. Of een links of een rechts met de auto. En dus we moeten naar systemen toe die net als mensen zijn, en als een expert zijn, van oké, hoe kom je tot die conclusie? En kun je het me even uitleggen? Ja. En als we dat hebben, kunnen we een dialoog gaan hebben, dan kunnen wordt de waarheid wordt tastbaarder. Zeg maar. Ja, dus het is belangrijk dat we zelf blijven nadenken. Ook, dat is denk ik, en diezelfde die verantwoordelijkheid nog nemen. Daar gaat het, denk ik. Een van de dingen die je bijvoorbeeld zou praktisch nu zou kunnen overwegen. Bijvoorbeeld de moderne vliegtuigen, die zijn volledig computergestuurd. Atoomcentrales zijn volledig computergestuurd. Soort AI, hè? Ik ben er misschien niet mee heen, maar soort AI. Hoe zit daar de controle in elkaar? Hebben ze twee computers en een derde. En op het moment dat die twee computers tot een verschillende analyse van de situatie komt, arbitreert de derde. Dus een van de dingen die je zou kunnen overwegen bij dit soort vraagstukken van, klopt het nou wel? Het wringt. Je zou dezelfde vraag aan twee AI-systemen kunnen stellen en een derde als arbiter. Ja, want even voor de leek, hoeveel AI-systemen zijn er? Weet jij er iets over? Ja, honderden. Ja. Ja. En welke AI, moet je hebben dan? AI is natuurlijk een heel groot containerbegrip. Hè? Mm. En waar we nu vooral over praten is ChatGPT-achtige toepassingen. Mm. Of Google Gemini of Cloud. En dat zijn large language models, grote taalmodellen. Die zijn getraind met miljarden taalvariabelen. En daar heb je heel veel variaties in, voor allerlei toepassingen. Google heeft een Gemini Med uitgebracht. Die is specifiek op medische taal getraind. En die outperformt nu al de beste medische experts, zeg maar, op alle vlakken. Dus je ziet dat er allerlei specialisaties zijn. En als er bij mensen specialisaties zijn, heb je bij AI ook specialisaties. En waar ze natuurlijk naar toe werken, is een soort artificial general intelligence. Dus een intelligentie die al die specialisaties in zich heeft. En alles weet. Een soort godachtige modus, zeg maar. Ja, dus daar zijn we nu op weg naar, zeg maar. Ja, dus een journalist van de Volkskrant, die zou dus beter dan inderdaad die, hè, als je iets over medische topics wil weten, dan naar die AI gaan die daarin gespecialiseerd is. Ja, al geeft ChatGPT al hele goede resultaten, maar soms ook helemaal niet. Dus en een medische die is gewoon in dat topic is die veel beter, die is gewoon gespecialiseerd. En dus ik denk hetzelfde, vraag je het aan een medisch specialist, dan vraag je het over een allround arts, zeg maar. Dus je krijgt verschillende antwoorden waarschijnlijk. Ja. Ja, we gaan even naar iemand in de zaal die ook iets wil toevoegen. Wie ben je? Mijn naam is Wouter Alkema. Ik doe onderzoek onder andere naar de EMA. En vorig jaar met behulp van artificial intelligence in staat geraakt om de EMA op legale wijze te hacken, de bijwerkingen database. Nu hoorde ik jou net spreken over een arts die gebruik maakt van AI. Waarbij de AI zelfs met literatuurreferenties terugkomt. Nou, mijn ervaring is dat in mijn situatie de AI terugkwam met allerlei krantenartikelen. Bijzonder interessant. Een lijst van ongeveer 20 referenties. Die geen van alle 20 bestonden. Ja. Dus ik vraag mij af, input-output, Frans had het er net ook al even over. We zullen daar zeer scherp op moeten blijven. Ja. En zo'n arts zeer. In hoge mate. Zeer. Want je moet kijken of die input dan ook wel klopt. Nee, helemaal met je eens. En daardoor zou je toch geholpen moeten worden, eerder dan verplaatst moeten worden. Je moet je niet laten verplaatsen door AI, maar geholpen worden door AI. Ik schrijf op het ogenblik ook artikelen en boeken met de behulp, met de hulp van AI. Maar ik moet zelfs nog wel waarderen of het goed genoeg is.
Je moet dus wel expert, want het is levensgevaarlijk als je een jongetje van 12 een scherp mes geeft. Zeg, good luck. Je moet zelf ook nog wel weten hoe je met een mes omgaat. En maar hij levert naar de kern, want je is gehackt. Ik bedoel, is dat nog opgepikt door de journalistiek, de media? Dat is niet door de media opgepikt. Dat vind ik op zich niet zo erg, want mijn doelstelling is dat ik graag zou willen dat zoveel mogelijk artsen in de wereld naar die data gaan kijken die ik heb geherstructureerd. Ja. Maar goed, en waar is die te vinden? Misschien nog handig om even te delen? Die data? De EMA die heeft een wettelijke verplichting om alle meldingen van bijwerkingen, van medicijnen, ondiept met het publiek te delen. En dat doen ze ook. Alleen ze doen dat op zodanige wijze dat daar geen doorkomen aan is. Dus je zult voor elk van de 6000 medicijnen die in Europa op de markt zijn, moet je een hele interface door om überhaupt bij die data te kunnen. En dat heb ik uitgeautomatiseerd en in een dashboard gezet. Het interview wat ik daarover een paar weken geleden gaf, dat is meer dan een miljoen keer bekeken. Dus die aandacht heeft het wel. Daar heb ik wel vertrouwen in. Ik wil graag dat artsen zien, want ik ben geen arts. Artsen moeten zien wat ik zie, want ik zie de patronen. Ja. Ja, dankjewel voor je bijdrage. Ja, want hoe kunnen we ervoor zorgen dat journalisten die niet de technische vaardigheden bezitten om met AI-tools te werken, toch essentieel blijven binnen de journalistieke beroepsgroep en niet gemarginaliseerd worden? Wil jij daar een reactie op? Ze gaan vanzelf mee. Zo direct. Dus je hebt altijd de early adapters, die springen erin. Op een gegeven moment denkt iedereen, dit wordt handig. Dus het gaat zo'n grote rol spelen. En het interessante is ook in hoeverre wordt het objectiever. En gaat het die polarisatie wat tegen? Want ons brein denkt altijd met confirmation bias en in snelkoppelingen. Dus die neemt heel subjectief waar. Dus een complotdenker denkt daar heel snel richting Z. En iemand die het 8-uur-journaal kijkt heel richting A. Maar daar zit ergens een grijs gebied. En ik denk dat als die AI ons continu iets betere data gaat geven, dat het echt kan helpen. Ja. En Fons? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wat ik de uitdaging vind, is om die, verschillende gezichtspunten bij elkaar te brengen. Ja. De Japanners hadden ook geen woord voor objectiviteit. Dat werd geleend van de Chinezen en noemen het kyakanteki. Mm. En kyakanteki betekent het gezichtspunt van de buitenstaande. En shukanteki is subjectiviteit, het gezichtspunt van de binnenstaande. De gastheer. Of vrouw. En het punt met AI is, hoe verbind je die twee? En dan zou de Japanse tuin een prachtige metafoor zijn voor het uitnodigen tot het verbinden van verschillende gezichtspunten. En zo ben ik ook met Max in contact gekomen. Hmm. Want ja, nuance is leuk, maar wat doe je met die nuance? En het is niet alleen maar gezichtspunten neerzetten, maar ook te kijken, kun je die verbinden op een hoger niveau? Als je Palestina neemt en de Israëli's. Ja, beide hebben een gelijk. Maar je moet wel naar een oplossing toe. En de dialectiek, het samenbrengen van die tegenstelling. Ik denk dat de AI daar fantastisch in zou kunnen helpen. Nu op het ogenblik trouwens, als je polariteiten geeft, dan komt die met heel vaak, ik zeg I, weet ik veel. AI komt met een compromis. Iets in het midden. Nou, dat is het slechtste wat je kan hebben. Dan moet je een Nederlandse politicus worden. Je moet kijken, is er een realiteit te creëren die daar bovenuit stijgt? Ja, en daar hoop ik met wat algoritme, die Erik voor mij gaat schrijven, dat we dat beter kunnen doen dan nu. En nuance is niet genoeg. Het is de volgende stap daarna. Wat doe je met die nuance? Ja, maar het zijn ook heel veel uitingen die mensen hebben. Stel dat je in de Tweede Kamer bij een debat, dat hij ernaast staat en dat als iemand weer eens een loze uitspraak doet, dat hij continu. Nee, ja, dat corrigeren we. En als hij dat bij iedereen gaat doen, dan wordt het heel interessant. Ja. Want dan kom je niet meer weg met wat cognitieve dissonantie. Dan moet je echt op de feiten gaan zitten. De voorzitter van de Kamer moet hij worden. In ieder geval zou het een goed stukje weerstand bieden tegen de vele leugens. Ik vind het een geweldig idee. Ja. Even schrijven. Ja. En Frans? Of ja, Christian?
Nou, ik denk dat je hierbij een beetje bij de essentie van AI komt. Van waar is het goed in en waar is het niet goed in? En AI is denk ik ultiem goed in waarheidsvinding. Hij hallucineert nog. Hè, dat zijn de eerste kinderziektes. En dat wordt steeds minder. Hè, dat was 20-30%, niet zo lang geleden. We zijn nu een paar maanden verder, is het nog maar 3-5%. Maar goed, er kan net een verkeerde diagnose tussen zitten, een verkeerde referentie. Maar waar ik in geloof, en dat is waar Elon Musk ook volledig op inzet, is als je meerdere perspectieven over elkaar heen gaat leggen, komt op een gegeven moment de waarheid, zie je, hè, dat zijn degene waar je de overlap hebt. Daar is hij heel goed in. Waar AI heel slecht in is, is common sense. He, dus boerenverstand. Ja. En dan kom je een beetje in de buurt bij, ja, dan heb je het over bewustzijn. Wij kunnen instant voelen of iets klopt of niet. We hebben lichamelijke intelligentie, we hebben alle intelligenties. Maar AI heeft dat niet. Dus die kijkt heel cognitief. Ja. En dat is hetgene waar wij, denk ik, moeten gaan kijken. Waar ligt die scheidingsgrens? Wat moeten we aan AI overlaten? En wat moeten we vooral aan de mens overlaten? Ja. Dus ethiek, morele zaken moeten vooral bij de mens liggen. Als je veel mensen over... zijn ook wel verwijderd van die interne... Zeker, absoluut. Maar ik denk dat AI ons weer gaat dwingen om weer mens te worden. Het duwt ons uit die cognitieve modus waar we al in zitten. We zijn allemaal zo academisch als de pest in onze samenleving. Zitten allemaal vast in ons hoofd. Ja. AI gaat ons eruit duwen. Die gaat weer van... Oh. Voel je eigenlijk. En ik denk dat dat een heel positief is voor onze samenleving. En wat we in de journalistiek gewoon keihard nodig hebben. Ja. We hebben natuurlijk een journalistiek vandaag de dag, wat gewoon copy-paste is van wat van Reuters afkomt over het algemeen. Niet iedereen daarmee over een kam scheren. Maar AI, dat soort dingen kan AI prima. Dus dingen kopiëren, verbanden vinden en dat publishen. Maar echt teruggaan naar de essentie, de juiste vragen stellen. Dat is wat dat denk ik. Wat jij ook wel, Frans, toch? Ja. Dat we weer naar de mensheid juist gaan. Even, als ik het terugbreng naar wat vraagstukken in de filosofie. Weet je wel, het bekende punt van taal en metataal, hè, begin 20e eeuw. Wie de taal over de taal stellen, dat doet AI nog niet. Het is jouw punt, hè, het is analytisch, heel sterk. Veel sterker dan wie dan ook aan deze tafel, vermoed ik zo. Maar dus niet, het synthetisch vermogen is er nog niet. Dus een nieuw gezichtspunt kunnen innemen. Yes. Het wegen, hè, van joh, als we nou een beetje van dit, een beetje van dat, wat een goede diplomaat kan. Dus we moeten ook de diplomaat dan hebben. Ja. Het laatste punt wat ik wil maken, als je kijkt naar het wetenschappelijk debat, als je een artikel schrijft, dan laat je dat meelezen door iemand. AI heeft die meeleesfunctie nog niet. Althans niet dat ik weet. Jij weet dat waarschijnlijk veel beter. Nog niet volgens mij. Nee. En dat soort dingen. Het feit dat het er niet is, is geen kritiek. Want dingen hebben hun tijd nodig. Hè? Maar het zou wel fijn zijn als er aandacht voor is. En als dat erbij komt. Maar het idee van, ja, laat ik zeggen, die meergelaagdheid. Hè, taal en metataal. Dat AI menselijker trekken krijgt. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk wordt. Om het een plek in het serieuze debat te geven. Absoluut. Ja, daar volgens mij hebben we niet smartness nodig, maar wisdom. Het is wijsheid. Ja, ja. Wijsheid is een veel holistischere kijk op allerlei zaken. En wat ik ook vaak merk, is dat mensen bewustzijn met intelligentie verwarren, zeg maar. Ze zien het als iets zelfs. Wat is het verschil tussen bewustzijn en intelligentie? Nou ja, hoe ik het makkelijkste plat kan slaan, is als ik tegen mijn vrouw of kinderen zeg ik hou van je, dan zijn die woorden zijn een soort uiting van een gevoel wat ik heb. Mm-hmm. En AI is niks meer dan alleen die taal. Daar zit niet die intentie, dat gevoel achter, zeg maar. Dat onderscheidt ons van dit soort modellen. En ja, pas als we dat zo gaan zien, gaan we ook de taken anders verdelen, wat de mens doet, wat de AI doet. En dan wordt ons bewustzijn steeds belangrijker. Want een AI is in zekere zin een heel dom ding. Want die kan prachtige muziek componeren, maar hij kan er niet van genieten. Mm-hmm. En dat is nou juist dat menselijke aspect. Die bezieling, die bezieling. Ja, en die AI, dat is, daar zijn de filosofieën over verdeeld, maar die gaat waarschijnlijk nooit bewustzijn krijgen. En dus dat is echt het unieke aan een levend organisme. Ja. Ja, en daar gaat het ook over. Inderdaad, die bezieling en ontzieling. Maar de conclusie, ja, voor journalisten inderdaad, die gaan er toch wel mee aan de slag. Want je hoeft niet zoveel technische vaardigheden te hebben. Dat zei jij ook al. Elk kind kan, als je vragen kunt stellen, kun je werken met AI. Dat is denk ik de conclusie die we hier mogen stellen. Alle studenten maken. Alle studenten. Ja. Ja, dat is echt, ik zie op al die scholen docenten van, wat gaan we nu nog doen? Ja, maar die worden ook gedwongen om andere stof te brengen. Je moet vindt het ook gaan. Super saai op school. Ja, dus misschien is dit ook wel voor de... Hè, thema. Een van de essentiële onderdelen, denk ik, van een goede journalist is de juiste vragen stellen. Ja. En daardoor worden ze absoluut niet gemarginaliseerd. Nee. Je moet de juiste vragen stellen. Ook aan AI. Ja. En dan krijg je veel betere artikelen. Ja, alleen op de hoofdredactie zijn ze niet altijd blij met het antwoord. Nee, maar dat is een goed teken dat het een goed artikel is. Ja, precies. Maar is er natuurlijk wel de vraag, krijgen we straks een NRC AI en een Telegraaf AI? Ja, ja. Ja, nee, natuurlijk. En hoe werkt dat dan?
Ja, nou, Fred. Ja. Hi Fred, ja. 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 Nou ja, dus de volgende vraag, denk ik. Welke ethische richtlijnen en controlemechanismen kunnen worden geïmplementeerd om te voorkomen dat AI in de journalistiek wordt misbruikt voor het verspreiden van onjuiste of misleidende informatie? En hoe zouden we dat inderdaad dan kunnen voorkomen? Ja. Nou, misschien wat we geleerd hebben van social media, is om... Factcheckers. Ik stoor me zeer aan de anonimiteit van mensen. Oh ja, vooral... Ze roepen maar wat. En als jij iets produceert met AI, dan moet je daar een IP-adres of... Mm-hmm. Ik heb er helemaal geen verstand van, maar het gemak waarin mensen allerlei onzin verspreiden, wordt dan waarschijnlijk wel wat minder. Want het is wel een groot probleem. Ik vergelijk het vaak met nucleaire energie. Die kan je als atoombom gebruiken en als iets wat energie opwekt gebruiken. En het verschil ligt toch wel hoe we ermee omgaan. En ik denk dat AI die potentie heeft om beide kanten uit te gaan. En dus moeten we wel, denk ik, heel diep nadenken over hoe we dat in ieder geval kunnen verbeteren. Tot het ogenblik vind ik het echt gevaarlijk. Ja, want corrigeert Alfred posts in de media, bijvoorbeeld op X, als hij vindt dat het geen goed antwoord Nee, er moet altijd nog een mens in de loop zitten. En dat is denk ik ook waar een stukje wetgeving in komt. We hebben de AI Act in Europa nu. Ja. Is die goed? Het is een begin. Ja. Het loopt altijd achter op de ontwikkeling, omdat die zo hard gaat. Maar in de top is dat je biometrische scans doet van mensen. Dat mag dus niet. De tweede laag zijn kritieke processen in de samenleving. Drinken, water, energie, dat soort dingen. Maar ik denk nieuwsverslaggeving zou er ook onder moeten horen. Want met één berichtje kun je natuurlijk het hele publieke debat de verkeerde kant besturen. Dus, en een van de eisen bij die tweede laag is dat er altijd een mens in de loop zit. Dus dat altijd een mens kijkt van wat gebeurt hier eigenlijk. Mm-hmm. En dat de informatie waar dit vandaan had altijd geaudit moet worden. Dus moet je een open boek hebben van nou, wij halen hier onze bronnen vandaan. En dat helpt een beetje maar goed, het ligt er maar net aan wie dat narratief doorheen drukt. Hè. Dus ik ben niet bang voor AI, maar voor de mensen die er achter de knoppen zitten. Ja, wie zit er achter die wet dan over AI? Nou, de Europese Unie hebben dat opgesteld. En op zich zijn dat geen verkeerde wetten hoor, want die zijn ook gewoon nodig. Alleen ik vraag me af of het gehandhaafd kan worden. Ik denk het niet, want ze hebben geen idee wat er gebeurt in die systemen. Omdat het zijn blackboxes waar wat ingaat en er komt wat uit. Maar we moeten als mens dus gaan afvragen. Van, ja, we moeten dus ethische commissies, mensen die over morele kwesties gaan bepalen, moeten we gaan opstellen. En die moeten dat soort dingen gaan toetsen. Wat vinden we hiervan? Is het oké? Okay? En dat wordt een hele grote uitdaging, denk ik. Ja, straks van wat is nog waar, weten we misschien over. Het hele internet kan zichzelf opblazen. Als Alfred gaat fantaseren en die gooit een paar miljoen onzinblogs het internet op. Verdroeld. Maar ik hoorde gisteren Trump al zeggen, als ze nu van mij een AI-filmpje maken van ik druk over 12 seconden op de knop, jij ziet het verschil niet meer. Nee. Hij zegt, het kan mega consequenties hebben. Ja. En dan kan alleen maar weer een AI ontdekken dat het door een AI gemaakt is. Dus het wordt steeds gekker. Wie zou Biden programmeren? Ja. Niemand. Ja. Ik zie hem nog zo lopen, ja. Frans, wat is jouw... Hoe kunnen we dit voorkomen? Dat er misleidende informatie toch naar buiten gaat? Of onjuiste informatie? Of inderdaad deepfake video's? Door te hopen dat mensen eerlijk zijn. En op de goede plekken zitten. Ik denk dat er geen andere oplossing is dan deze. En het tweede punt. Wat ik eerder zei. Dat je niet gebruik maakt van één AI-systeem. Van meer AI-systemen. Met een arbiterfunctie. Ja. Dus alle unintended processing. Atoomcentrales, daar komt geen mens aan te pas. En nieuwe vliegtuigen van die grote IDEM. Die hebben allemaal zo'n, zeg maar, configuratie van meer computers waar een hiërarchie in zit. En het zou wellicht een bijdrage kunnen leveren. Maar uiteindelijk komt het echt op mensen neer, denk ik. Dus je hebt een heel negatief beeld eigenlijk. Ja, ik probeer je uit te dagen, Frans, want... Ik maak me zorgen over überhaupt de mensheid. Omdat er altijd een rotte appel tussen zit. En ik ben het helemaal met je eens. Laten we allemaal eerlijk zijn. Hè, zoals een Nederlander dat is. Maar er zijn ook niet Nederlanders. Er zijn altijd mensen met belangen en iedereen heeft zijn prijs. Ja. Dat is wat ik geleerd heb in het leven. Ja. En bij de een is de prijs een beetje hoger dan bij de ander. Ja. Maar iedereen heeft zijn prijs. Ja. Maar ik ben het met je eens, het begint bij de mens. Ja, het eindigt ermee. En het eindigt ermee. Alleen kunnen we daar
naïef in zijn. En ik ben bang van niet. Dus we moeten ook proberen te kijken of we de mens een beetje minder vrijheid geven om slecht te zijn. Maar het wordt ook nog interessant als die AI ons echt straks voorbij gaat. Precies. En op dat moment komen we rond 2030, hoor ik jou noemen, 2035. Wie heeft dat ding nog in de hand? Want hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, ik denk dat heel veel problemen die we in de maatschappij hebben nu zijn denk ik een resultaat of een symptoom van hiërarchische systemen. Alle organisaties, overheden, grote corporaties zijn hiërarchische systemen. En als je het mannetje aan de top manipuleert, iedereen heeft een prijs, dan kun je die hele piramide heen sturen waar je wil. Dus we moeten naar systemen toe, net als Bitcoin, waar je decentralisatie, distributie hebt van een bepaald iets. Bij Bitcoin is dat een bepaalde waarde, transacties, zeg maar. Maar met AI zou het de distributie van intelligentie kunnen zijn. Ik denk dat daar de oplossing ligt, want we hebben nu gewoon te veel macht bij te weinig mensen. En AI is gewoon een accumulatie van macht. Je kunt met een paar mensen kun je het narratief over de hele wereld bepalen. En wordt AI dat niet al gedaan? Absoluut, absoluut. Oh. Ik geloof dat OpenAI heeft net de oude NSA-topman binnengehaald voor security. Maar wat je ziet is dat die systemen worden gewoon geleerd om een bepaald narratief, om politiek correcte antwoorden te geven. Dus een bepaald narratief eruit stralen. Dus wordt eigenlijk die systemen geleerd om te liegen. En dat gaat niet heel lang goed. Ja, ik heb het idee dat er sowieso een prompt vooraf zit voordat jij een prompt. Want daar doet je altijd toch een bepaalde kant op. Hij is nooit echt dat hij beide kanten echt durft te belichten. Nee. Als ik ChatGPT heb. Ja. Het is altijd 90% dit en 10% dat. En dan zegt ze, maar ga er maar vanuit dat het dit is. Ja. Maar het gaat ook om waar worden die systemen mee getraind. Hè? Als je de website van de Verenigde Naties, een overheidswebsite, pakt als bron om dat te trainen. Dan worden die large language, die taalmodellen, worden getraind met informatie die al extreem gebiased is. Ja. Richting links of richting rechts, of wat je het ook wil noemen. En dat krijg je er niet meer uit. Dus als je dan gaat prompten, dan vraag je eigenlijk dingen over die al gepolariseerd zijn met voorhand. Ja. En dat is natuurlijk voor, en daar proberen we bij overheid natuurlijk eigenlijk een database neer te zetten die meerdere perspectieven biedt. Dus die eigenlijk meerdere inzichten biedt op een bepaald topic. Links, rechts, bovenonder. En dan kan die AI zeggen van nou, ik zie hier overlap en kennelijk zit hier misschien een stukje van de waarheid. Ja. En dat is wat ik hoop dat we met AI kunnen gaan doen. Maar dat vergt heel veel menselijke bewustwording. Nee, Rusland en China hebben ook AI-systemen. Ja. Wat let je om, en niet in termen van een voorschrift of zo, maar om die mee te nemen in de architectuur? En dan kun je kunt het een Amerikaans systeem vragen. Je kunt het een Russisch systeem vragen. En je kunt het beide in een bovenliggend systeem zetten. Dan kijken wat er gebeurt. Ja, dat was eigenlijk het originele idee achter Alfred. Om meerdere narratieven, het Westerse narratief, maar ook het Oosterse. En misschien de Japanse tuin mee. Dat soort dingen. Ja. Ja. Want dan krijg je heel interessante dingen. Dan krijg je dilemma's komen daar naar boven. Wacht even, die vindt zo. Wat is nou de waarheid? En dan wordt die waarheid zichtbaar. Omdat je perspectief van meerdere kanten belicht. Ja. En dat is volgens mij heel waardevol. Maar nu zien we vooral de AI-systemen die wij gebruiken. Zijn extreem westers georiënteerd. Braaf. Braaf, politiek correct. Ja. En dat is niet wat ze zouden moeten willen. Ja. Ja, dus de conclusie is, de mens moet daar uiteindelijk de laatste hand aan hebben om... Nou, ook de eerste. De eerste, de eerste. Ja. Begint bij het shapen van het... En blijven we dus mens, of gaan we inderdaad die organic lijn, of gaan we die artificial lijn? Want je zegt nu, blijft het daar, maar misschien gaat het wel. Hè? Google Glass hadden we al, of in het hoofd, een implant, Neuralink. Ik denk wat wel leuk is om AI uit te dagen. Ik was een game aan het ontwikkelen met behulp van AI op het gebied van cross-cultureel, je voorbereiden op een land. En er waren quiz questions. En er was over de Emiraten. Ja, twee mannen lopen over straat met hand in hand. En ik wilde daar wat quizvragen over. Nou, no way. Mannen lopen niet hand in hand. Oh, okay. Dus ik zeg, dat was heel leuk, de reactie. Ik zeg, I thought you were AI, but I think you're AS. What do you mean? I said, artificial stupidity. Ja. En toen kreeg je een reactie. En uiteindelijk heeft hij wel die quizvraag gemaakt. Aha. Ja, dus je kan AI ook uitdagen. En dan met name een nieuwe prompt openen. Dat helpt. Ja, ik weet niet waarom. Maar als hij eenmaal in dat circuit zit, dan... Oh, loopt hij vast dan? Ja, dan blijft hij zichzelf herhalen. Want dan, na die discussie ga je naar een nieuwe prompt. Mm-hmm. Ja, hier hoor je de practitioner. Ik weet helemaal niet wat er gebeurt. Nee, maar hij biedt soms zelfs excuses aan. Wilt u ook met mij lopen? Ja, wel heel leuk. Je moet hem uitdagen. Wat is dat precies, uitdagen? Want AI hem ES noemen. Nee, maar AI heeft geen emotie.
beledigen. Nee, maar goed, cognitief uitdagen dan. Dus zeg maar tegenstrijdige berichten. Ja, ik zeg wel, wat je nu zegt is totale onzin. Ja, doe eens een beetje je best. Ja, ja, dan gaat hij echt. Ja. En dan hebben Nederlanders wel een voordeel. Ja. Want Engels zeggen, what an interesting thought. Ja. It has potential. Ja. Dat is echt heerlijk. We gaan dus naar de volgende stelling. Welke strategieën kunnen worden ontwikkeld om de sociaal-economische impact van AI in de journalistiek te beheersen? Met name in termen van werkgelegenheid en de verschuiving van vaardigheden. Wie wil daar iets over zeggen, reageren? Nou, ik denk dat Elon Musk daar al druk mee is. Hè. Die is met X, het voormalige Twitter-platform, wilde eigenlijk een soort nieuwe nieuwskanaal worden. Het meest accurate, het meest real-time nieuws. En ook het meest waarde. Nieuws wat van waarheid is, zeg maar. En die wil volop inzetten. Die heeft net 6 biljoen binnengehaald aan funding om een AI te ontwikkelen. Die ultieme waarheidvinding doet, zeg maar. En dat gaat zeer disruptief zijn tegen alle grote nieuwsagencies die we nu wereldwijd hebben. Die eigenlijk gewoon een roeptoeter zijn van een bepaald narratief. En wat hij ook zegt, ja, die waarheid zal zeer oncomfortabel zijn. Maar het is de enige manier om verder te gaan. Als we dat niet gaan doen, dan krijgen we gedrochten van systemen. Dus ik denk dat we daarin mee moeten gaan met z'n allen. Of dat nou leuk is of niet. En dat zal niet aan ons liggen, denk maar vooral aan bepaalde politieke belangen die tegenstrijdig zijn. Maar ik denk dat het de enige weg voorwaarts is als je naar journalistiek kijkt. En op heel veel andere vlakken natuurlijk ook. En voor medisch is het niet zo'n probleem, want dan wil je gewoon de waarheid vinden, want het geeft betere diagnoses. Maar journalistiek is natuurlijk een heel masseerbaar begrip van wat is het bericht wat je wil doorgeven aan de grote meute. En ja, als je AI een tool gaat maken om dat bericht in de vorm te geven, gieten die jij wil, dan doen we AI geen recht aan. Dus ik denk dat een heel lastig iets om daar iets goeds voor te ontwikkelen. Want de belangen zijn allemaal de andere kant op eigenlijk. Ja, en heel veel mensen zijn al media moe en vertrouwen eigenlijk de journalistiek al niet meer. Hè? Tenminste, wat ik zo opvang, kranten, nieuws. Hoe is dat de percentage dat nog echt gelooft in de journalistiek en de media, wat denken jullie? Nou, ik denk dat nog een aanzienlijk mensen gewoon echt het 8 uur... Mijn vader doet het 8 uur journaal en die zegt, want dan weet ik een beetje wat er in de wereld speelt. Zeg ik, nee, dan weet je precies niet wat er in de wereld speelt. Want je hoort alleen maar alle uitzonderingen dan ook nog eens subjectief gebracht. Dus als je niet op de hoogte wil zijn, moet je het 8 uur journaal kijken. Ja, maar hoeveel mensen zijn er zoals jouw vader, denk je? Nou, ik denk nog aardig wat. 80% nog? En dat zou, ja, ik ken de cijfers niet, maar het zou me niet verbazen. Maar ik denk dat mensen het al uitzetten, maar dan ook niet naar de andere nieuws kijken, maar zich helemaal afsluit. Van ik kijk het niet meer. Die hoor ik ook heel veel. Dus ik denk dat dat een grote middenmoot wel is. Denk het is snel groeiend. Ik zag pas statistieken langskomen van Reuters. Ik geloof dat in 2 jaar tijd, sinds 2022, hebben ze 45% minder webtraffic. Dat is echt significant, zeg maar. Dus mensen tappen gewoon uit, zeggen. Ja. Wat voor bullshit kom je nou weer mee? Ja. Maar die gaan wel op zoek naar waar is de ook uit zelfbescherming, hè? Want hoor ik dan ook vaak, ja, maar ik wil gewoon niet die ellende allemaal. Ik wil gewoon me happy, blij voelen. Ja. Maar ook generatie Z, die natuurlijk geen televisie meer kijkt, geen kranten meer leest. Hè, die krijgen heel veel data, wat mijn zoon krijgt, is via TikTok bijvoorbeeld. Ja, en dat biedt wel soms, ziet dat nou zo, een breder perspectief dan in het Algemeen Dagblad, zeg maar. Dus ja, dat gaat ook weer veranderen met die nieuwe generatie. Ja, ja, interessant. Ik vind het een interessant onderwerp, omdat het ook aan de wetenschap linkt. En dat is Alfred Schütz, een fenomenoloog, had ooit eens gezegd, het grote voordeel van een natuurwetenschapper boven een sociale wetenschapper is dat atomen en moleculen niet terugpraten. En waar het mij om gaat, om waarheidsbevinding, is de dialoog. En Alfred Schütz zei, we moeten dus een tweede orde van beschrijving geven die gebaseerd is op wat individuen ervaren. Dus als jij zegt, ik voel mij nogal klein gemaakt, dan maakt het niet uit of iemand die jou klein maakt dat ook vindt. Jij vindt dat je klein gemaakt bent, dus what is defined as real is real in its consequences. Mm-hmm. Nou, wat betekent dat nou voor AI? En ik denk dat AI een methode zou kunnen zijn om die dialoog vorm te geven. Dat heet dan nuance, om die bij elkaar te brengen. Want natuurwetenschappers kunnen niet anders dan hun idee van de realiteit op de realiteit te leggen. Mm-hmm. En dat heb ik met cultuurwetenschappen. Ik heb dan 10 raffinaderijen van Shell heb ik vergeleken. Wat is het effect van nationale cultuur op organisatiecultuur?
En de formele organigrammen, die waren allemaal dezelfde in die raffinaderijen. Maar als je een Singaporeaan vroeg, hoeveel niveaus heb je boven je en hoeveel niveaus heb je onder je, dan zei hij nou 6 boven me en 4 onder me. En in Rotterdam met hetzelfde plaatje hadden ze de 2 boven en 3 onder. Ik zeg, hoe kan dat nou? Nou ja, omdat de Singaporeaan denkt dat deze man, die heeft wel dezelfde jobfunctie, maar die zit al 20 jaar bij Shell. En ik 20 jaar minder, dus hij is boven mij. Nou, het maakt niet uit of de organigram nou de waarheid vertelt, of de ervaring van die persoon. En als dat gedeeld is, dan... Nee, maar ik denk dat we ook naar een nieuwe vorm van leiderschap moeten gaan kijken. Hè? Dat het hele model... En dat gaat weer over vragen stellen. Ja, ja. Precies. Maar het interessante is, kijk, de mens... Ja, ja dan gaan we... Oké. Okay. Ja, we gaan even naar iemand uit de zaal die daarover wil meepraten. Wie ben je? Anja. En het ging net al over de juiste vragen stellen. Dat dat toch aan de basis ligt van neutrale journalistiek. Maar ik vraag me af, wie leert de mensen nog de juiste vragen stellen? Ja, ja, want Paul was het, geloof ik, die zei net over mijn kinderen met TikTok en dergelijke, heel veel informatie. Maar hoe zorgt jouw zoon dat hij daar nog de juiste, of bij zichzelf, de juiste vraag kan destilleren? Dus dat is eigenlijk mijn vraag aan jullie allemaal. Ja, heel goede vraag, Anja. Ja. Dan gaan we daar eens over discussiëren. Ik heb ook kinderen, 3, dus die leer ik ook inderdaad vragen stellen. Is dat, en dan geeft mijn zoon ook terug als ik dan weer iets zeg van... ja, mam, wie zegt dat dat waar is? Dus ik heb ze dus al echt goed opgevoed. Heb jij kinderen? Ja, ik heb een zoon, die is 20. Ja, dat zei je net. Sorry. Ik merk dat hij en zijn vrienden juist wel vragen gaan stellen. Omdat zij van verschillende dingen input krijgen. En dan gaan ze met elkaar overleggen. Mm-hmm. Dus ik hoor hun heel veel kritische dingen roepen waar ik, zeg maar, mijn vader niet over hoor. Dus ik ben best wel positief gestemd als ik die groep nu zie. Omdat ze best wel alert antwoorden zijn. En dus ja, ik kijk daar wel positief naar. En ik denk juist dat in de media ook heel vaak... Oké, je krijgt een persberichtje, denk je... nou, die copy-paste, die gooi ik er ook in. Nee, juist, haal hem nog eens een keer door die AI. Kijk nog eens een keer goed. Ja, dat wordt de grote uitdaging. Maar ik, bij de nieuwe generatie ben ik wel... En dan kunnen ze de hele studieboeken door AI gooien. Ja, nee, maar ja, dat kan binnenkort ook weg, studieboeken. Want straks heb je gewoon een AI-leraar die jou de juiste vraag wil de dag doorstelt, zodat je zo snel en efficiënt mogelijk leert. Maar goed, dat onderwijs is een ander onderwerp, maar dat gaat ook op de schop. Dus, ja, ja, dus dat is inderdaad de sociale economische impact op het onderwijs. Dus denk ik ook... Op alle vlakken. Ja. Ja. Maar binnen hoeveel tijd zie je dat? 2-3 jaar. 2-3 jaar. Ja. Alles op je kop. Ja, vooral als Elon dan ook nog al de beerput opentrekt. We hebben nu een systeem met IQ van 155 om en erbij, cognitieve IQ. Ik denk dat we over 2-3 jaar naar systemen gaan met 1500 IQ. Dat, die orde van grootte. We staan nog maar aan het begin van de S-curve ontwikkeling van AI. Dus we gaan systemen krijgen die vele malen intelligenter zijn. En dat zie je nu natuurlijk al. Het wordt niet meer gemeten in jaar, maar om de paar weken komen ze met nieuwe updates. Ja. Die zoveel beter zijn weer. Die kunnen zien, die kunnen horen, kunnen spreken. Dus het wordt straks gewoon een entiteit waar je interactie mee hebt. Ik ken mensen met een IQ van 150. Dat zijn verschrikkelijke mensen. Nee, de smartest is niet... Verschrikkelijk. We hebben geen IQ. Nee, ze gaan vaak de kosten van... Kan dat niet samen gaan, nee? Een IQ en een IQ? Nou, het kan. Kan AI dan de lichtjes in de ogen zien schijnen van de student? Ja. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Ja. Zie, ik denk dat er altijd een mens nodig is, maar dat is dan misschien mijn leeftijd of zo. Nee, de mens blijft nodig, want wij moeten, als we interactie hebben, maken bijvoorbeeld oxytocine aan, dan ontstaat vertrouwen en serotonine voor emotionele balans. Mm-hmm. En dat kan zo'n AI niet gaan overnemen. Dus dat we elkaar blijven ontmoeten, wordt steeds belangrijker. Voelen waar iemand is. Juist. Dus die connectie, daar moeten we juist meer op focussen. Ja. En daarom zitten we hier ook met z'n allen aan tafel. Zo is het. Voor die verbinding, connectie. Ik wil toch even teruggaan naar Anja's vraag. Namelijk, kunnen we nog de juiste vragen stellen? Ik maak me wel zorgen, maar... Ik ben zelf ook niet een uitblinker in een heleboel dingen lezen. Maar ik maak me wel zorgen over de diepte waarin in meningen worden gevormd. Het is allemaal step. En het is dus inderdaad heel breed, maar niet erg diep. Wij waren vaak erg diep, maar niet erg breed. En ik maak me er wel zorgen over. Want wie ze dat leert, Paul, jij wat minder, want...
Ik zie juist daar die groep, maar dat is natuurlijk heel subjectief, dat is die groep die ik zie, die zijn super kritisch denkend. Ja. Maar misschien is het overall niet het geval. Nee, dat is pas een onderzoek in Amerika geweest van wie gelooft fake news meer. Een statistiekje over leeftijden. Nou, wat je zegt, de 8-uur-journaal liefhebbers, onze oudere generatie, die geloven het, wat ze zien is van de waarheid op het scherm. Ja. De jongeren die hebben natuurlijk Jurassic Park games gezien, die weten alles kun je virtueel en synthetisch maken. Dus per definitie is niks waar. Dus die stellen hele andere vragen, die kijken heel kritisch naar informatie. En wat blijkt is dat die groep eigenlijk het minst vatbaar voor fake news is. De groep die op TikTok, op YouTube, dat soort dingen zit. Dus elke golf van technologie lost een probleem op, maar die creëert een nieuw probleem op een hoger niveau. Ja. Dus heel veel dingen worden fake news, kan opgelost worden, maar we krijgen ethische en morele vraagstukken nu voor onze kiezen. En die moeten we veel meer van binnen oplossen. Maar daarom is het zo goed dat we meerdere uitzendingen gaan maken, want we kunnen hier nog heel lang over doorpraten, maar we gaan afronden. Maar niet voordat ik het laatste woord heb gegeven aan Ayfred. De technologische vooruitgang met een enorme snelheid vraagt ons om diepgaand na te denken over de toekomst van de journalistiek. Het is cruciaal dat we deze ontwikkelingen niet alleen omarmen voor hun operationele voordelen, maar ook kritisch blijven over hun impact op de maatschappelijke structuur en de fundamentele waarden van de journalistiek. Een voortdurende dialoog tussen technologen, journalisten en het publiek is essentieel om te zorgen dat de evolutie van de journalistiek trouw blijft aan haar primaire doel, het op een eerlijke en onpartijdige manier informeren van het publiek. Deze dialoog is niet alleen noodzakelijk, maar vormt de kern van een verantwoordelijke journalistieke praktijk in het tijdperk van digitale transformatie.